Ja, de vaste volgers die weten het wel. Ik heb heel veel aandacht besteed aan Ter Apel. En de mensen die schreven mij altijd uit Ter Apel en die zeiden dan, Harry, het is hier geen doen meer. We zijn het zat. En we hadden te maken met inbraken en ze hadden te maken met winkeldiefstallen. En ze werden, meisjes en vrouwen werden lastiggevallen op straat. Kortom, ze voelden zich niet meer veilig in hun eigen dorp. En toen zeiden ze tegen mij, Harry, dit kan zo niet langer. Nou, en daar besteedde ik dan aandacht aan en dan zei ik, jongens, in Den Haag, let nou op, dat gaat helemaal fout lopen daar in Ter Apel. En dat kwam zeker op een moment toen ze in Ter Apel zeiden van, we gaan nu een burgerwacht beginnen. Ja, want we hebben hier geen zin meer in. We hebben nou al honderden keren gevraagd om politie, bescherming van de politie voor wat ons allemaal overkomt. En die bescherming kregen ze niet. Dus zeiden ze, nou oké, dan gaan we het zelf doen met de burgerwacht. Ja, en ze zeiden erbij, en we nemen gewoon het recht in eigen hand. We wachten niks meer af. En als er geslagen moet worden, dan wordt er maar geslagen. Nou, goed. En toen heb ik nogmaals een keer gewaarschuwd. Den Haag, let nou op. Dit gaat misschien uit de hand lopen. Nou, en wat hebben we nu gezien? Pas geleden. Toen zijn er dus 2 gasten zijn gepakt door de burgerwacht. Ja, die hadden ingebroken. Ze hadden natuurlijk al eerder al mensen al een keertje aangehouden, die burgerwacht. Maar dit kwam dan in het nieuws en er waren er 2 die hadden ingebroken. En die hadden ze vastgebonden en aan de politie gegeven. En toen kwam er dus kritiek. En toen kwamen er opmerkingen van, ja, kan dit eigenlijk wel? Is dit wel toegestaan? En de politie zei van, ja, we begrijpen het wel. Een beetje politiek correct leuteren natuurlijk. Maar dit is niet gewenst, zei de politie. Nee, dat mensen dit zelf gaan doen. Nee, maar wat is dan wel gewenst? Hè, politie, mag ik dat even weten? Is het dan gewenst dat jullie niks doen, te weinig doen in ieder geval? En dat die mensen dan maar het moeten laten gebeuren? Hè? De diefstallen, het lastigvallen en noem het allemaal maar op. Dat kan toch niet? Ik begrijp die mensen in Ter Apel volkomen. Dat ze voor zichzelf opkomen. En jullie zijn genoeg gewaarschuwd door die mensen. Van help ons nou. Help! En jullie hebben niet geluisterd. Nee, en nog niet. Nog niet. En nu zeggen jullie dan van, ja, eigenlijk mag je dat niet doen met zo'n burgerwacht. Ja, en jullie zitten er gewoon op te wachten, hè? Want zover gaat het nu komen. Hè? Want in het Ter Apel gaan ze niet stoppen met de burgerwacht. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar binnenkort dan krijgen ze zoveel verzet een keer van een van die asielzoekers. En dan, ja, en dan loopt het misschien fout af. Ja, en dan krijgen ze in Ter Apel helemaal de schuld. Ja, want dat mag dan niet. Nee. Daar kan ik me dus een beetje boos over maken. Ja, zo zit het dus niet. Ga ze nou gewoon, en dan roep ik het nog een keer, voor de zoveelste keer. Ik zal iets verder weg gaan staan en dan roep ik het heel hard. Help ze nou in Ter Apel!